Het was de allergrootste Efteling-ergernis van een heleboel diehard fans van het attractiepark. Paul de Leeuw als vertelstem bij de Indische Waterlelies. Nou, hun klacht is gehoord, want Paul is vervangen inmiddels door de vrouw die voor 2009 ook al te horen was. Maar dat is nog lang niet alles. De beroemde attractie met de heks, de kikkers en de elfjes heeft aan de vooravond van zijn 50-jarig bestaan een grondige renovatie ondergaan. Zaterdag gaat hij weer open. Telegraaf TV was alvast welkom. We hebben nieuwe kostuums gemaakt en ben ze nu aan het aankleden en de pruikjes op aan het zetten. Wat hebben jullie allemaal aangepast aan de attractie? De begroeiing, de planten. Zoals je ziet, ziet er weer helemaal fris uit. De kikkers zijn opgepoetst en opgeknapt. En de ganzen hebben nieuwe veren, dus dat was ook heel hard nodig. Die zien er echt weer heel goed uit.